Hallo, ik ben Lars. Ik ben kistreporter van het Week van het Geld. Hallo, ik ben Julius en ik ben ook kistreporter bij het Week van het Geld. Vandaag is hier de kinderpersconferentie. De kinderen gaan vragen stellen aan meneer Dijsselbloem. Wat is jouw vraag voor meneer Dijsselbloem? Hoe lang bent u al minister? Welke studie hij heeft gehad om minister te worden van Financiën? Heeft u een vraag voor meneer Dijsselbloem? Eigenlijk heb ik me daar niet op voorbereid. Want wat ik moest doen, is jullie voorbereiden. Iedereen is binnen, alleen nu nog wachten op meneer Dijsselbloem. Echt ingewikkeld als je niet zorgt voor een spaarpotje. En zeker als je wat groter wordt, dan gaan er soms dingen kapot. En dan moet er iets nieuws voor komen. Bijvoorbeeld, je auto gaat kapot. Ja, en als ik dan niet met mijn auto naar het werk kan, dat is toch best lastig. Onze minister, ja. Leuk dat jullie er zijn. Week van het Geld doen we elk jaar. Het is heel belangrijk om na te denken over, wat is geld eigenlijk? Wat kun je daarmee doen? Dus ik ga niet een hele lange toespraak houden. Ik ga gewoon jullie vragen beantwoorden. Bent u elke dag bezig met uw werk? Kan je een crisis voorkomen? Nooit helemaal. In de economie hangt het heel veel af van het gedrag van mensen en de verwachtingen van mensen. Hoe gaat u zelf met uw geld om en waar geeft u het meeste geld aan uit? Hoe kun je je geld uitgeven als u 500 miljard euro schuld hebt? Vindt u ook dat meer landen zich moeten aansluiten bij de EU? Beste minister, u zorgt ervoor dat de andere ministers niet te veel geld uitgeven. Bent u thuis ook de baas over de portemonnee? Nee. Nee, niet meer. Maar dat, ik weet ook niet, het is heel bijzonder. Ik dacht altijd dat ik het best goed deed thuis. Maar nu mijn vrouw de baas over de portemonnee, het scheelt echt veel geld. Gaat veel beter. Hey Lars, heb je al een goede vraag gehoord? Ja, over waarom de koning geen belasting hoeft te betalen. Hoe vond u de persconferentie? Ik vond het heel leuk. Er waren goede vragen, best ingewikkelde vragen. Iemand vroeg mij hoeveel geld geven we eigenlijk uit aan defensie, aan het leger. Moest ik echt wel diep nadenken. En er waren ook hele leuke vragen over mijzelf. Hoe word je eigenlijk minister? Wat wilde u vroeger worden? Waar heeft u vroeger voor gespaard? Echt leuk. Ik wil later dus ook minister van Financiën worden en ik wil vragen of u nog tips heeft. En het belangrijkste is dat je moet natuurlijk wel ideeën hebben wat je zou willen doen. Wat je zou willen veranderen in Nederland. Het was een topdag vandaag. Minister geïnterviewd, Klaas geïnterviewd. Later.